Het zijn eigenlijk twee geheimen. Doen wat je zegt. Als je zegt wat je doet. Het tweede is, wees gewoon open. En wees niet altijd op zoek naar de order, maar wees op zoek naar een connectie. Bijna goede manieren. Ja, dat is het ook altijd. Dat zeg ik ook altijd tegen beginnende verkopers. En tegen mensen die zeggen van, goh, wat moet ik ervoor doen om succesvol zijn in de sales? Gewoon manieren. Ja. Als je binnenkomt, kijk iemand aan. Als je iets tegen iemand zegt, kijk iemand aan. Geef een goede hand. Ja. Wees oplettend. Wees attent. Ja. Luister goed naar iemand. Als iemand het eerst over wat anders wil hebben of over zijn privé, luister daarna. En niet alleen maar om het luisteren, maar ook om te horen. Je moet gewoon oprecht interesse in iemand hebben. Ja, sharp business.